Beste inwoners, ook onze mooie gemeente wordt in de ban gehouden van het coronavirus. Waar Liedekerke anders doet ontmoeten via markten, handelaars, evenementen, kortom, waar Liedekerke anders bruist, is het nu helaas onrealistisch stil. En nee, beste mede-Liedekerkenaren, ik ga hier geen speech à la Macron of Trump afsteken en al zeker geen PowerPoint tonen. De bedoeling van dit filmpje is eigenlijk de mensen in beeld te brengen van Liedekerke, het mooie van Liedekerke en vooral ook de mensen die in de frontlinie stonden tijdens de eerste momenten van deze coronacrisis, oorlog mag ik het wel noemen, van die in de bloemetjes te zetten. Door dit pre-triagecentrum op te richten in onze gemeente, bieden wij onze inwoners de mogelijkheid aan om hun eigen gemeente zich te laten testen tegen corona. En zijn de dokters ook volledig beschermd, evenals de bezoekers. Natuurlijk hopen wij dat het zo snel mogelijk verdwijnt, dat er weer terug kan gesport en gefeest worden. Dit beeld achter mij, een lege opperstraat, willen we absoluut vermijden begin oktober. Het is dan ook belangrijk dat iedereen zich houdt aan de regels. Dus alstublieft, laat ons een goede kermis Tippenstraat hebben en hou u aan de regels die er nu zijn tegen corona. Samen staan we sterk.